Hallo mensen en toffe kerels, gewoon hier een video. In deze video ga ik iets leuks doen. Ik heb namelijk driscolls. Ja, hier heb ik ze, driscolls. En ik ben van plan om er weer in te spawnen. Heel veel golden apples maken. Ik heb al een beetje, ja, ik zit een beetje met de zenuwen aangezien. De vorige seizoen had ik ook er weer in gespawnd, alleen toen ging het gigantisch fout. Ik hoop echt met mijn fingers crossed dat het deze keer wel goed zal gaan. Laten we duimen op een goede afloop. Ik ga hem in de mijn inspawnen. Hier komt dan de ridder. Ik hoop dat we dit gevecht zullen winnen. Het zal wel moeten. Anders heb ik geen zin in hetzelfde wat in vorig seizoen is gebeurd. Ja, daar is die. Golden apple voor de zekerheid. Oké, dit wordt spannend. Zal het ons lukken? Nu moeten we zwaard bijhalen. Het gaat ons lukken. Yes! Oeh, Witherstar. Yay, Netherstar. Oh, ik ben blij. Ik ben zo blij dat dit gelukt is. Maakt het weer goed van de vorige seizoen. Dat ik zo gemakkelijk doodging. Maar nu ik toch de Wither dood heb, kan ik misschien even een rondleiding doen. Bijgemaakt heb. Ik heb hier een extra laag bijgemaakt. Het is toch niet zo volledig weinig gezien. Hier aan deze kant moet ik nog wat doen. Maar het was even spannend. Dus vandaag beginnen aan mijn beacon. Dus ga ik ook even doen. Oh, hij heeft zelfs een wederheid gedropt. Nice. Ziet het er niet gaaf uit? Ik vind het wel. En we kunnen ook nog eens één keer gaan enchanten. We moeten eigenlijk beginnen aan Iron Farm. Maar ik heb daar nog niet genoeg villagers voor. Tada! Hallo, hier ben ik weer. En ik had eerder gezegd dat we naar het Enderdragon gingen. Ik had het ook opgenomen. En hier heb ik even een Iron Golem farm gemaakt. Daarom spant hier net zo random een Iron Golem. Maar wat ik wil zeggen is, ik was van plan om ook op te nemen tijdens het Enderdragon fight. Alleen ja, een of andere reden is die tapestand corrupt geraakt ofzo. En kan ik dat niet meer tonen. Alleen het was niet zoveel te zien met Enderdragon fight. Ik ben niet dood gegaan, nog steeds op 0 deaths, maar ja, er was gewoon veel te veel lag en ik was tijdens Enderdragon fight meer bezig tegen het Endermens te vechten dan tegen de draak. Ook al heb ik mijn best gedaan om de Endermens niet in de ogen te kijken. We hebben ook een Elytra, dat is ook leuk, maar ja, wat ik eigenlijk wat doen is het Iron Golem farm. We hebben heel veel eieren. Ik ben van plan om ook een shop te maken. Dat zal waarschijnlijk de volgende aflevering gebeuren. En ja, net spant er nog een Iron Golem. Zo. Dus hier zitten villagers. Hier zitten villagers, daar zit de zombie. En dan maakt de zombie de villagers bang. Spannen ze Iron Golems. Die Iron Golems gaan natuurlijk op die zombie af. En dan gaan ze hier door de lava en dan zullen die naar beneden vallen en soms vallen er ook zombies in het gat. En gezien die zombies op die villagers willen gaan en dan gaan ze hier dood. Eigenlijk heb ik hier een scaffolding nodig dat ik nog nou zo snel naar beneden naar boven kan gaan naar de kisten. Oh, weer een Iron Golem. Het werkt nog best handig. En er vloog net een helikopter boven, dus hopelijk heb je dat niet gehoord. Oh jee, Phantoms. Tijd om mijn armor aan te doen dan. Oh ja, ik moet eten. Misschien eerst ook wat eten gaan opkoken. Hier even eten, hier zo. De reden waarom ik eigenlijk een Iron Golem gemaakt heb is omdat ik veel iron nodig heb voor de shop. Oh, hij dropt zijn hoofd.
ik kan ook pijlenboog gebruiken voor dit. Hier ben ik weer en we zijn weer een paar dagen verder. Ik had heel wat resources verzameld met mijn Silk Touch. Dan kan ik daarmee een toren maken en dan alles weghakken met Fortune. En voelde het elke keer weer goed om diamonds te hakken met Fortune. Dan maak ik me van al deze spullenblokken en dan gaat het in de kist. Maar wat ik in deze video eigenlijk wou doen is een eigen shop maken bij Spawn. Ik wou een eigen golem shop. Ik wil een eigen shop maken, die komt dan hier zo. En ik had al een beetje getest hoe ik de shop wil hebben in een creatieve wereld. En ja, ik heb er toch iets van kunnen weten te maken, maar het was niet simpel. Die moet steeds 7 hoog zijn, dan er moet ook 4 blokjes tussen zijn. Dan die andere kant nog, weer 7 blokken hoog. En de laatste dagen is het ook weer heel erg mooi weer. Hopelijk hebben jullie genoten van het mooie weer. En ja, we mogen niet meer veel mensen naar buiten gaan. En ik krijg hier wat dark ook, omdat ik dat nodig heb voor deze winkel. Maar ik had mijn bel vergeten, dus had ik snel die eigen bel gemaakt. En hier was ik nog aan het laten aan smelten. Maar wat ik meestal doe bij warm weer is trampoline springen of zo, of hitte voetballen. En ja, hier had ik concrete nodig. En als eerste zet ik gewoon nog een soort van zand aangebroken, met al mijn water wordt dat een steen. En even zien, hier nog wat extra van die concrete. En ja, er is een zombie, zo'n waterzombie. Misschien ga ik ook een eigen golem doen hier als bewaker van de winkel, maar dat weet ik nog niet zeker. Oh. En de tijd gaat wel heel snel, vind ik, want we zijn al in april 2020. En ja, voor de meeste mensen is 2020 tot nu toe ja, niet echt het beste jaar, maar voor mij valt het wel een beetje mee. Het is niet echt een heel goed jaar voor mij tot nu toe, maar ook niet heel slecht. En dit vind ik wel mooi glas. Meestal maak ik van ander soort glas, maar van die glasblokken zien er hier denk ik beter uit. En dit is een snelle manier om dit het beste te doen. Dan moet ik achteraf niet meer water gebruiken. Even een bordje om aan te duiden dat dit de shop is. En ja, dat kan niemand lezen. Misschien als we het wit maken. En is er iets leesbaar. En dan heb ik die blauwe blok ook nodig. Ik heb ook een idee voor armor stands in de shop. Dat ik ook armor stands ga zetten met iron dan. En hoe zou ik de vloer maken? Ik denk gewoon van beurs hout. Ja, eerst al deur natuurlijk weghalen en dan ja, beurs hout. Misschien kan ik het later nog aanpassen naar een andere kleur als ik dat wil. Ja, heel veel eigen armor hebben we nodig. Dat is natuurlijk voor de weet je die dingen zal ik alweer. Armor stands, dat is het. En laat even weten in de reacties wat ik misschien nog moet maken voor bij mijn basis. Het is bijna klaar al de shop. Ik denk dat ik nog afscreen en nog wat verder ga werken, maar het dak moet ook nog gedaan worden. Ik denk dat ik het dak gewoon van kwarts ga maken. Ja, ik moet weer even dicht. Ik had het even weggehaald zodat ik de armor stands kan plaatsen. En dan deze kant ook. Ja, nu nog op de top nog wat iron blocks, aangezien het iron shop is waar ik ook veel gebruik maak van iron blocks en een tag van kwarts. En ja, dit was het dan de shop, dus die is nog niet volledig klaar, maar dan ga ik offscreen aan verder werken. Dus bedankt voor het kijken aan de video en ik weer terug bij de volgende video. Dus doei doei.